Oké. De laatste opstelling gaat worden gedaan, zie ik. Gezellig dat jullie er weer zijn. Dat het gelukt is om erbij te zijn door de sneeuw, door het barre weer. Het was natuurlijk een hele tocht om hier te komen voor jullie. Lukt het, Lydia? Oké. Als het goed is, hebben jullie een mailtje gehad. Of in ieder geval een bericht met de spullen die je bij je mocht hebben. Handgewichten. Of iets wat daarop lijkt. Dus een flesje water. Of dus rond een 1 à 2. Je hoeft je nu nog niet te pakken, maar even dat je checkt dat je het hebt. Dus 1 à 2 kilo. In ieder geval iets wat je in de handen kan hebben. En dan eventueel nog een tas. En dan geen lege tas natuurlijk, maar stop daar iets in zodat het bij elkaar ongeveer 5 kilo is. Ja, als je dat echt niet hebt, dan kan je het of even snel halen of straks even bijpakken. En daar gaan we dan ook nog wat oefeningen mee doen. Ja, je kan ook eventueel iets pakken wat gewoon bij elkaar ongeveer 5 kilo is. Dus 2-3 boeken. Ligt aan hoe dikke boeken zijn natuurlijk, geen Donald Ducky. En dan een matje, of in ieder geval dat je zo meteen op de grond kan liggen. Ja? Oké. Nou, laten we lekker gaan beginnen. Gaan we even warm draaien. En dan gaan we straks nog wat pittige oefeningen doen. Dus kom erbij staan. Zorg dat je genoeg ruimte hebt voor jezelf. En dan mag je beginnen met masseren op je rechterbeen. Dus loop maar mee. Yes. Oké. Lekker actief beginnen. Goed begin van de dag. Ik zie weer een aantal bekende gezichten. Ook nog een paar zwarte schermpjes. Dus dan moet ik heel goed nadenken over de naam. Je mag je voeten voortikken om en om. Ellebogen gaan in de zij. En we gaan dan om en om de armen meenemen. Dezelfde arm, dezelfde been. Duim gaan steken, duim gaan steken, duim gaan steken. Yes. Neem ze maar mee. Nog 8, 7. 6, 5, 4, 3. Doen we beide armen tegelijk. Benen gaan om en om door. Dus beide armen tegelijk. Buigen en strekken, buigen en strekken. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gaan de armen om en om gestrekt. Dus naar voren, tot schouderhoogte. Neem ze maar mee. 8, 7, 6, 5, 4, 3, benen om en om zijwaarts, armen gaan mee. Zij, 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 zij. Strek ze op, nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, beide armen tegelijk. Strek ze uit zijwaarts. En probeer lekker tempo erin te houden. Ik weet dat het lastig is hoor, qua muziek en beeldvertraging. Maar in ieder geval lekker die snelheid erin. En dan mag één arm voor, één arm zij. Dus één arm voor, één arm zij. En de benen gaan gewoon door, hè. Strek ze uit. Hoppa. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3. Benen naar achteren en de armen naar voren. Ja, dus even vanaf de zijkant. Benen naar achter. En de armen naar voren. Hop. Oké, één voor één en arm omhoog. Strek op. Omhoog. Omhoog. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3. Knie even. Om en om omhoog. Hop. Omhoog. Lekker grote beweging. En dan mag je elleboog richting je knie bewegen. Dus draaien, 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 draaien. Hand naar je voet, eentje lager. Dus iets grotere beweging. En probeer dan in plaats van dit te doen, dus die hakken in te draaien. Goed je knie, verticaal, recht omhoog. En op. Hop. Hop, hop. Dus zo min mogelijk die hakken
naar binnen, knie naar buiten. Dan houden ze boven elkaar. Zo. Oké, armen wijd. Hakken aan de billen. En dan mag je achter de hakken aantikken. He, dus tikken, 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 tikken. Juist. Beide armen naar achter. En wil je wat meer uitdaging? Laat je armen dan van voren komen. Dan krijg je gelijk een grotere beweging. Moet je wat meer snelheid erin. Oké, stap naar voren en terug. Stap voor en terug. En voor en terug. En voor en terug. Oké, blijf lopen. Ik zet de camera een heel klein beetje omhoog. Anders moet ik bukken. Yes. Oké, V-stap. Dus we gaan wijd voor, sluit achter. Wijd voor, sluit achter. Wijd en sluit. En wijd en sluit. En dan mag je arm één voor één mee. Dus rechts, links, rechts, links. Zelfde arm als je been. Hoppa. Ja, dus neem die armen mee. Zelfde arm als je been. Nog 8. 7. Goed zo. 6. 5. 4. 3. 2. Oké, doen we beide armen. Wijd hoog, wijd sluit. Wijd hoog, wijd sluit. Yes. Neem ze mee. Oké, armen gaan rond vanaf de zijkant. Ik weet niet hoeveel jullie genieten van de sneeuw, maar ik heel erg. Dus ik doe een lekker dansje. Oké, benen gaan door, armen vanaf de andere kant. Los. En los. Draai ze mee. Zo, goed zo. Oké, maak je weer die smalle stap. Dus smal naar voren, voeten bij elkaar. Alleen die gaan we schuin doen. Dus we gaan schuin naar rechts, schuin naar links. En ik doe het in spiegelbeeld voor, hè? Dus jullie kunnen precies hetzelfde meedoen als wat ik doe. Dus dezelfde kant op, naar rechts voor jullie, naar links. Naar rechts, naar links. Yes, en blijf die stappen doorzetten, hè? Oké, als dat goed gaat, mag je ook hier je armen meenemen. Dus rechts, links, rechts, links. Hoppa. Rechts, links. Rechts, links. Hou vol, nog 4. Nog 3. Nog 2. Oké, rechterbeen, knie even. Hop. Dus alleen je rechterbeen. 4, 3. Wissel naar links. Komt-ie. Hop. Hop, hop, 4, 3, doen we nog een keer, wissel naar rechts. Oké, ietsjes actiever, armen mogen vanaf boven naar die knie. Wissel van been, dus armen van boven naar je knie. Ja, doen we nog een keer, wissel van been. Hop, hop, hou die actie erin, neem je armen mee. 4, 3, wissel van been. Hop, hop. Ha, ha. Ja, goed zo. Oké, weer V-stap naar voren. Voor en terug. Voor en terug. Oké, armen gaan rond vanaf de zijkant. Rond. En dan gaan we wat vaker wisselen. Kijken of je hem mee kan doen. Oké, wissel van benen en armen. Dus andere been als eerst. Links. En de armen gaan dan vanaf dezelfde kant mee. Ja, we moeten het niet te wakkerig maken, hè? Oké, wissel van been en arm. Hop. Dus been en arm, wissel. Goed zo, goed zo. Hop, ik kraak een beetje. Laatste keer, wissel van been en arm. Dus als het goed is, heb je nu je linkerbeen als eerst. Dus links als eerst. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Oké, loop op de plaats. En dan gaan we bijt en sluit. En bijt en sluit. Dus bijna in de V-stap, maar dan op de plaats. Stap bijt
headset. Ja, dit lukt prima. Goed zo. Elke keer als we bij gaan, gaan we ietsjes naar beneden. Dus laag en op. En laag en op. En laag en op. Dus zak door die knieën naar beneden. Nog vier. Goed zo. Drie. Twee. Oké, blijf hoog, blijf hoog. En blijf van wijd stappen. En dan gaan we elke keer de voeten aantikken. Dus heen en weer. Rechts en links. Rechts en links. Rechts en links. Goed zo. Oké, één van de arm uit, strek je naar voren. Zelfde arm, zelfde been. Strek uit, strek uit. En die arm mag je schuin naar voren strekken. Dus schuin indraaien. Lukt het, Inky? Ja, kijk. Staat weer mooi in beeld. Oké, beide armen. Dus schuin naar voren, maar beide armen. Draai in. Goed zo, goed zo. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Oké, blijf in die spreidstand. En dan mag je de handen bij elkaar doen. Dan gaan we het bovenlichaam indraaien. Mag je armen lekker gestrekt houden. Dus even een beetje zwaaien. Zodat je romp, je middel, je heupen een beetje los kunnen komen. Draai in. Draai in. Draai in. Draai in. Oké, gaan we de handen wat dichter bij het lichaam. En dan gaan we een wat hoger tempo pakken. Ja, nogmaals, bovenlichaam beweegt, onderlichaam is stil, hè. Dus alles vanaf de heupen proberen stil te houden. Draai in. Neem je schouders wel lekker mee, zodat de spanning op de buikspieren komen. Oké, gaan we indraaien naar beneden. Hand naar je knie. Dus blijf nog steeds in die spreidstand. En draai naar beneden. To you, babe. En eentje lage elleboog naar die knie. Laag. Woehoe. Hand naar je voet, naar beneden. En dan mag je weer omhoog komen. Gaan we weer met dat eerste stukje. Dus alleen het bovenlichaam. En dan gaan we zo meteen nog een keer naar beneden. Oké, hand naar je knie. Dus handen naar je knie. To you, babe. En elleboog naar je knie. Eentje lager. En naar beneden, hand naar je voet. Kijk of niemand stiekem wegrent. Ja, ik zie nog wat hoofdjes. Goed zo. Oké, kom rustig terug omhoog. Yes, goed zo. De voeten die mogen ietsjes breder dan de heupen. En dan mag je je tenen een klein beetje naar buiten draaien. Dat je lekker stevig staat. Ja? En gaan we vanaf daar squatten. Ik doe hem even vanaf de zijkant voor, zodat je dat beter kan zien. Dus de billen gaan als eerste naar achter. Hou je borst op, kin op. Armen mag je naar voren strekken. En probeer je billen even laag als je knieën te krijgen. En vanaf daar strek je hem weer uit de boog. Komt ie. En zo gaan we laag en op. Laag en op. Laag en op. Juist, goed zo. Ik kom even wat dichterbij kijken. En laag en op. Gaat het goed, Inga, of is je beeld vastgelopen? Ik denk het twee. Hoeveel doen we nog? Vier stuks. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Oké, armen mogen naar voren en achter. Yes, dus zwaai je armen voor en achter. Ha, en terug. En voor. En terug. Zwaai voor. En door. Oké, gaan de armen om en om. Dus we blijven door die knieën veren, maar armen om en om. Let op, we gaan weer squatten. Kom naar beneden. En laag en op. En laag en op. En laag en op. En probeer die billen even laag als de knieën te krijgen. En die knieën zitten laag. Kom op, kom op.
Ik wil je uit beeld en in beeld zien. Nog 8. 7. Ja, voor sommige mensen is dat net wat moeilijk. Hou vol. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké, we gaan uitstappen naar voren. Dan laag. Dan op. En terug. Een lunge. Goeie grote stap. Zet ook je voeten een klein beetje uit elkaar. Zodat je mooi stevig staat. Dus naar voren. Laag. Op. En terug. Nog 8. Laag. Op. En terug. 7. Laag. Op. En terug. 6. Laag. Op. En terug. 5. Hou vol. Nog 4 te gaan. Kom op. Nog 4. Laag. Op. En terug. Nog 3. Laag. Op. En terug. Nog 2. En de laatste. Oké. Top. Yes. Heel veel snel een slokje water als je het nodig hebt. Dan mag je gelijk je handgewichten erbij pakken. En pak dan ook gelijk die tas als je die hebt. Of in ieder geval een wat zwaardere gewicht. Wat je met 2 handen vast kan pakken. Ja, we beginnen met de handgewichten. En daarna gaan we gelijk door met de tas. En let op, de tas hoeft geen aanbiedingsprijzenjacht gewicht te hebben. Je hoeft niet je boodschappentas van vanochtend. Ja, dat is ongeveer 5 kilo daarin. En de losse handgewichten die mogen zo'n 1, 2, misschien zelfs 3 kilo als je dat wil per stuk zijn. Gaat het nog goed met iedereen? Ja? Kom we lekker mee. Goed zo, goed zo. Lydia is verdwenen. Ja, daar is ze weer. Ja, gezellig. Goed zo. Oké. Ellebogen gaan in de zij. We gaan beginnen met een klein beetje armen. Daarna gaan we naar de schouders en de rug. Ja, dus we blijven even bovenlichaam. En dan gaan we straks naar beneden naar het matje. Doen we wat buikspieren. En wat onderlichaam. Oké, elleboog in de zij. Je mag je duimen naar buiten draaien zodra je naar boven komt. En dan doen we dus buig en strek. Hou je bovenlichaam mooi rechtop. Buig en strek. Voor die spierballen. Op en laag. Op en laag. Nog 8. 7. 6. 5. Nog 4. 3. 2. Oké, doe maar even in. Gestrekt naar voren. Probeer je bovenlichaam stil te houden. Dat je niet mee gaat zwaaien met je bovenlichaam. Ja? Maar hou het bovenlichaam recht en stil. En je hand terug naar boven. En dan de schouderhoogte ver genoeg. Doen we nog 4. Nog 3. Nog 2. Oké, komt die beide armen. En let goed op die beweging. Ja, dus niet gaan zwaaien, niet gaan slingeren. Stop hem af bij je bovenbenen. En hef hem omhoog. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Oké, handen mogen boven de schouders. Boven de ellebogen. Sorry. En dan ellebogen lekker bijt. Kijken of ik net nog in beeld kan blijven. En dan gaan we op en laag. Op en laag. Op en laag. Dus strek hem uit. Je hoeft niet helemaal naar beneden. Tot net iets onder je schouders is ver genoeg. Maar probeer die handen boven de ellebogen te houden. Ja, je kan jezelf mooi controleren, ook misschien wel in beeld. Als je jezelf ziet. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Oeh, en de laatste. Oké, je mag de handgewichten bij elkaar. Doe ik hem weer even vanaf de zijkant voor. Ga de ellebogen boven je hoofd. Handen achter je hoofd. En we gaan vanaf hier de armen uitstrekken naar boven. Ja? Dus op en laag. Op en laag. En let ook bij je hier dat je ellebogen smal zijn. Dus duw je ellebogen richting je hoofd. Op en laag. Op en laag. Even snel dichtbij kijken. Ja, hou vol. Nog 4. Nog 3. 2. En de laatste. Hé, hey, we hebben een nieuwe sporter. Komt in één keer een mooie kat in beeld. Oké. Eén handgewicht mag op je been. Je mag hem ook even op de grond leggen als je dat wat fijner vindt.
En dan mag je in een klein beetje uitgespreide positie staan. En dan bedoel ik 1 voet voor, 1 voet achter. Ja? Gaan we vooroverleunen met een rechte rug. En dan gaan we zagen. Dus elleboog gaat omhoog. En weer naar beneden. Ja, dus je hoeft niet schuin naar voren. Hij mag gewoon recht naar beneden. Dus op en terug. Dus trek omhoog, naar beneden. Trek omhoog, naar beneden. Hop. Goed zo. Die boog moet om. Kom op. Oké, doen we dubbel tempo. Komt u en in. Heel goed. En hoog. En hoog. En hoog. Probeer die rug recht te houden. Kan je het niet vanaf de zijkant zien, maar hou die rug mooi recht. Yes. 4, 3, 2. Hou je elleboog hoog. Dus trek hem helemaal omhoog. Ja, en dan gaan we vanaf daar de arm uitstrekken naar achter. Die elleboog moet ongeveer boven je rug blijven. Ja, of in de lijn van je rug. Strek je arm uit. Hou vol. Nog 8. 7. 6. 5. Kom op, kom op. Nog 4. 3. 2. En de laatste. Oké, top. Gaan we wisselen van kant. Dus hetzelfde de andere kant. Let op bij die laatste oefening. Ik zeg het alvast. Dat je niet gaat zwaaien met je arm. Ja? Dit is wel heel erg makkelijk. Maar probeer hem echt vanaf hier te heffen. En dan weer terug. Dus hij hoeft ook niet helemaal hier. Ja? Nou, we beginnen weer met de eerste oefening. Dus een klein beetje uit elkaar die voeten. 1 voet voor, 1 voet achter. We gaan eerst weer zagen. Andere hand mag op je bovenbeen. Rechter rug. Arm laag. En trek hem omhoog. Hop. Laag. Hop. Laag. Goed die elleboog hoog. Je moet het een beetje aan je zijkant van je rug voelen. Dus hier zou je het moeten voelen. En uiteraard ook wat richting de schouder. Misschien een beetje nek. Dus blijf lekker voorover staan. Kom op, kom op. Nog 4. Nog 3. 2. Komt die dubbel tempo. Trek omhoog. En op. Hop. 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 Hou die elleboog hoog. En strek je arm uit. Strek hem uit. En de laatste. Oké. Woe. Als het goed is, voelde je dat laatste meer aan de achterkant van je arm. Mag je de handgewichten inruilen voor de tas. Iets zwaarder gewicht. Doe nog een paar oefeningen voor de rug. Na, 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 na. Ja, dus een tas, een beetje gewicht erin. En als je het niet hebt, dan kan je ook dus gewoon een stapel boeken of wat dan ook, een rugzak. Zorg in ieder geval dat je het met twee handen vast kan houden. Oké, dan gaan we bijna dezelfde oefening als die we net deden doen. Maar we gaan nog wat variatie aan toevoegen. De voeten mogen ook weer een klein beetje uit elkaar. Ja, dus de voeten ietsjes uit elkaar, tenen een klein beetje naar buiten. En dan buigen we met een rechte rug. Gaan we voorover buigen. Totdat de tas, ja, ligt eraan een beetje hoe lang de handgrepen zijn, net iets boven de grond komt. Ja, dus zorg dat het gewicht op je lichaam blijft. En dan gaan we vanaf hier weer rechtop. Dus, naar beneden zakken. Met een rechte rug. En weer uitstrekken. Naar beneden zakken. En uitstrekken. Doe hem gewoon rustig aan. Merk je dat hij te licht is, kan je, als je snel wat hebt, een ietsje zwaarder maken. En anders doen we dat de volgende keer. Gaan we nog eenzelfde oefening doen. Ja, helemaal uitstrekken. Dus helemaal naar boven. Hou vol. Doe deze niet op de muziek hoor. We zorgen dat de beweging even goed uitgevoerd wordt. Oké.
Top. Dan gaan we diezelfde houding naar voren maken. En dan gaan we de oefening doen die we net met de handgewichten deden. Dan gaan we de ellebogen naar achter trekken. En nu doen we dat dus met twee armen tegelijk. En dan mag die ongeveer richting je middenrif. Richting borst aan middenrif. Dan uitstrekken naar beneden. En optrekken. Dus naar beneden. En optrekken. En als het goed is voor je, ook wat stretch op de hamstrings. Helemaal als je lekker veel hebt gezeten de laatste tijd. De stretch omhoog. Naar beneden. En blijf ook nog steeds voorover gebogen. Hè? Dus hij moet in de rug te voelen zijn. Kom op, kom op. Nog 4 sets. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké. Even melding wegklikken. En dan zijn we weer aan de slag. Yes. Oké. Mag je rechtop komen staan? Ja, zeg maar rechtop. En dan gaan we diezelfde oefening doen, maar dan staans. Of beter gezegd, rechtop staan. We gaan vanaf hier de ellebogen boven de handen houden. En dan gaan we de handgrepen richting de kin toe trekken. Dus naar beneden en naar boven. Yes. Probeer die ellebogen hoog te houden, zodat de spanning op de schouders komt. Omhoog en omlaag. En als het goed is voor je ook gelijk een beetje je nek erbij. En probeer de polsen recht te houden. Ja, dus de laatste positie is met de ellebogen wijd in een V. En de polsen recht. Hou op. Doen we nog 4 sticks. Dat is niet te hoog gaan bereiken. Probeer je ellebogen hoog te houden en je handen mogen wat lager. Want anders dan gebeurt er dit. Ja, ja, netjes, netjes. En de laatste, oké, super. Mag je de tas in één hand houden? Nu gaan we wat uitdaging creëren. En de volgende keer als ik jullie tegenkom in de supermarkt, wil ik jullie zo zien lopen, ja? Oké, gaat je tegenovergestelde voet, die blijft op de grond. De andere gaat los, ja, zodat je een beetje balans moet houden. En dan ga je zachtjes de tas heen en weer zwaaien. Hou hem goed vast, hè. Ik wil geen gebroken ruiten. Ja, dus nou merk je dat je je buikspieren aan moet spannen. Je been, alle kleine spiertjes rondom je knie. Ja, gewoon een klein beetje heen en weer zwaaien. Netjes. Dan probeer die andere voet los te houden, hè. Oké, goed zo. Wisselen we van kant. Dus hand. De tas in de andere hand. Tegenovergestelde voet wordt je standbeen. En dan kleine stukjes naar voren slaan. Denk aan die buikspieren. Span ze aan. Schuine buikspieren. Alle kleine spieren rondom de knie en enkel. Ik zie opperste concentratie op de gezichten. Perfect. Oké. Wisselen we weer van kant. Een klein beetje meer uitdaging nog. Zijn voet is los. En dan gaan we hem zijwaarts zwaaien. Ja, kijk uit dat je geen dingen omstoot. Geen vazen van de muur. En probeer die balans te houden. En dit is heel handig, hè? Als je balans goed is, dan kan je straks ook in de sneeuw een heerlijke wandeling maken zonder dat je onderuit gaat. Tenminste, dat kan ik niet beloven, maar dat hoop ik wel natuurlijk. Zo word je wel wat sterker en wat steviger op de benen. Oké, laatste wissel. Andere kant. Goed stevig. En zorg dat je een klein beetje door je knieën staat, hè? Dan sta je sowieso wat steviger. En daar gaat ie. Zijwaarts. Ja, een paar keer nog. Ha,
super, oké. Okay. Ja, dus de volgende keer wil ik jullie zo door de supermarkt zien wandelen. Oké, tas nog weg. Kom nog even naar de mat. We hebben nog 5 minuutjes, inclusief de cooling down, dus we moeten een beetje opschieten. Doe nog snel een paar buikspieroefeningen. En dan gaan we gelijk door met de cooling down op de mat. Dus zet de voeten plat neer op de grond. Handen bij het hoofd. Blijf naar het plafond kijken. En probeer een klein stukje van de grond af te komen. Kom omhoog en laag. Op en laag. Op en laag. Ja, dus nog een klein stukje buikspieren. Laat je hoofd gewoon lekker in de handen liggen. Dus let op dat je niet gaat trekken aan je hoofd, aan je nek. Goed zo, goed zo. Hou vol, laatste 8, 7, ga door. 6, 5, 4, 3, 2. En de laatste, oké. Gaan we naar de schuine buikspieren. Je mag in dezelfde positie blijven liggen. Alleen dan gaan we de armen één voor één uitstrekken zijwaarts. Ja? Ook de beweging mag wat langzamer. Zorg dat de beweging goed uitgevoerd wordt. Dus draai jezelf in. Handen bij je hoofd. 1 hand naar de zijkant. En kijk ook een beetje mee naar die hand. Nou, ik zie allerlei handen in de lucht gaan, dus het gaat goed zo te zien. Super! Havo, laatste 8, 7. Je mag om en om doen, hè? 6, om en om. Tenzij je net dezelfde kant hebt gedaan. Dan mag je nu de wissel erin houden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké, top. En we gaan gelijk met de cooling down door hier. Dus je mag lekker komen liggen. Je mag stoppen hoor, mevrouw Bouwman. Je mag ook nog lekker even doorgaan, maar... Volgens mij hoort ze me niet. Oké, kom liggen. En maak jezelf helemaal lang. En dan gaan we nog even door naar de cooling down. Dus we doen wat rekken strekken. Ik zal een rustig muziekje opzetten. Kijk, dit is toch een perfecte nummer voor dit weer. En trek 1 knie naar je borst. Laat je andere been gestrekt liggen. Dit is misschien iets meer lente muziek, maar goed. En wissel om de andere kant, slaan we erbij. En zet je voeten plat neer op de grond, laat je knieën naar één kant vallen. En je bovenlichaam en armen naar de andere kant. En we slaan aan de andere kant. La 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 la. En maak jezelf helemaal lang en rek uit, strek uit. Oké, kom maar rustig aan zitten. En dan mogen beide handen bij elkaar weer naar voren, maak een boog over de rug. En dan mogen de duim omhoog. En dan gaat de duim naar de zijkant. Dan kan je gelijk iedereen op beeld die naast je staat een duimpje geven. Oké, leg je handen even op je knieën. Leg je oor richting de schouder. De schouder. En de andere kant. Oké, maak jezelf helemaal lang. Adem diep in door je neus. En blaas uit, kom naar voren.
En laatste keer. Adem in. Maak jezelf helemaal laat.